De visserij voor mij is echt een uitlaatklep. Het maakt me ook niet zoveel heel veel uit of ik nou naar Frankrijk ga of je lekker in de buurt gaat vissen. Of parkwaardjes, grote wateren. Als ik maar lekker kan gaan vissen. Ja, deze 24 uur die we nu gaan vissen is ook een kant van mij. Gewoon lekker simpel parkwatertje met een mooi bestand aan vis. Mooie uitzettingen gedaan de afgelopen jaren. 15 kilo, 20 kilo, 10 kilo vissen. Het zit er allemaal op. Dus we gaan het zien hoe het gaat lopen deze 24 uur. Dus ik ben heel benieuwd ook hoe druk het is. Het is bouwvakvakantie. Dus ja, wie weet moeten de plannen weer gewijzigd worden. En dan gaan we weer naar een ander water. We zijn inmiddels aangekomen op het water. Een zandafgraving van een hectare of 7, 8. Dit is het meest centrale stek van het water. Het is ook heel bijzonder dat deze stek volledig vrij is. Je kunt vanaf hier alle kanten op. Eilandjes, je hebt overhangende bomen, hoekjes, mooie kommetjes waar je kunt vissen. Dus ik ben heel erg blij met deze stek. Deze sessie maak ik gebruik van de Traction Pro hengels, de 3LB variant 10 voet. Het zijn ideale hengels voor dit soort wateren, niet te groot, ideaal om ook nog een klein stukje mee te kunnen werpen. Onder deze hengels heb ik de AV 8000 molens, daardoor is deze hengel ideaal in balans. Op de spoel heb ik zitten gevlochten lijn. Om direct nauw contact te hebben met de vis. Ja, vissen betekent voor mij ontspanning, rust, ja, uitdaging en avontuur. Ik ben ook zeker geen stilzitter. Ik ben in mijn privéleven ook altijd heel erg druk met van allerhande dingen. En als ik dan naar mijn visserij kijk, ben ik eigenlijk een beetje hetzelfde. Voor deze sessie maak ik gebruik van een particle mix. Hennep en boekweit. Dus onweerstaanbaar in de zomer natuurlijk. Ik top hem af met 20 mm bollen, bloedworm. Het is een mooie combinatie bij elkaar. Dus laat ik ook snel de hengel uit gaan varen. Nou, ik vaar de hengel strak tegen het eiland aan. Mooie dode overhangende takjes. Nou, ik zag net op de fishfinder dat het daar ook 2 meter diep is nog daaronder. Dus een perfecte plek om de snowman te positioneren. We hebben nog niet eens tijd gehad om het schep net op te zetten. Maar deze jongen is niet voor één gat te vangen. Ik kan gewoon twee dingen tegelijk. Nou jongens, ik kan jullie wel één ding meegeven. Zorg dat je eigenlijk altijd goed voorbereid op pad gaat. En dat je dus ook eigenlijk alles klaar hebt liggen voordat je dus je hengel uitvaart. Want je kunt zomaar te laat zijn met je schepnet.
wat ik jullie al vertelde, ja, dit is echt mijn visserij. Chaos, avontuur, alles. En als kerst op de taart, in 5 minuten vis. Nou, wat wil je nog meer als visser? Heerlijk, hier kan ik echt van genieten. Natuurlijk zijn er momenten bij dat je een target in je hoofd hebt. Dat je denkt van oké, ik ga voor die ene bepaalde vis. Maar alles wat daarbij komt kijken vind ik ook prima. Dus zijn het vissen van 5 tot 10 kilo, 10 tot 15 kilo. Voor mij is vissen is dat gewoon de passie om vissen te vangen. Of het nou groot of klein is, dat is eigenlijk... Ja, voor mij in ieder geval toepassing. De eerste vis is een feit van de sessie. Het duurde, om precies te zijn, 15 seconden. Nee, flauwekul. Ik denk dat we in totaal 5 minuten gevist hebben. Deze bijzondere Quasimodo-vis. Hele aparte bouw. Flinke staart wel. Maakt de vis ook wel bijzonder. Nou, laten we hem snel weer terugzetten. Ik had thuis natuurlijk al wat dingen voorbereid. Ik had wat richtjes geknoopt. Ik had de Ready Tide Leader gepakt. Vast aan mijn gevlochten lijn gemaakt. Ik had zelfs gekozen voor het loodclipsysteem ervan. Met het shock loodsysteem. Nou, de richtkeuze die had ik al vrij snel gemaakt. Thuis een aantal geknoopt. Ik heb daarbij gebruikt de Captive Coated Hooklink. Nou, ik heb gekozen in ieder geval voor de groene variant, zodat die mooi wegvalt tussen het wier en het klein beetje mos wat er op de bodem staat. Ik strip ongeveer een kleine 10 centimeter om te kunnen knopen. Nou, ik begin altijd als ik mijn onderlijn knoop met de hair, zoals altijd. Die maak ik een kleine 3 à 4 centimeter. Op de onderlijn, of op de lijn eigenlijk, gebruik een stukje tube van een kleine 0,5 centimeter, knip ik af, schuif ik er overheen, helemaal tot het einde van de hair. Daarna pak ik een curve shank haak, doe ik met de haakpunten doorheen, om zo het vertrekpunt van de hair te bepalen op de haaksteel. Daarna maak ik een knooploze knoop, oftewel de knotless knot. Klein stukje shrink tube om later je liner te maken. Ik maak ook gebruik van de XL anti-tangle sleeve. Deze past perfect in het shock loodsysteem, zodat het volle gewicht van het lood de inhaking bevordert.
als je dan kijkt naar een targetvisserij, ja, die vind ik ook, dat vind ik ook hartstikke leuk. Maar het past niet zo erg bij mij als de gewone parkwatertjes en de zandafgravingjes met een mooi bestand en zeker met kans op een grotere vis. Ja, we varen net de tweede hengel uit, zoals jullie misschien wel gezien hebben. En ja, we zitten daar lekker op een stoeltje. Eigenlijk om een hapje eten te bestellen. Want ja, koken, daar zijn we tot nu toe niet echt aan toegekomen. En ja, die hengel die gaat bijna het water in. Slippot dicht. Ja, er zit natuurlijk geen rek op deze nylon. Dus vandaar... ja. Ah. Nou, helaas na die tweede aanbeet hebben we toch gelost, zoals jullie gezien hadden. De andere lijn ook meteen binnengedraaid. Ze zaten ook een klein beetje door elkaar heen. En om zeker te weten dat we allebei, of ja, dat eigenlijk dat we met beide hengels scherp liggen te vissen, doen we ze gewoon allebei opnieuw. Dat is een kleine moeite. De avond is gevallen. We zijn een aantal uurtjes verder van waar we gebleven waren. We hebben helaas niks meer bijgevangen. We hebben er nu één op de kant en helaas eentje gelost na een keiharde aanbeet. Ja, we hebben de hengels weer in positie liggen en het is nu duimen. We gaan in ieder geval een hapje eten zometeen en dan. Ja, hopelijk voordat het echt donker wordt, ja, zien we jullie weer terug. En anders vannacht of morgenochtend. Het was een apart nachtje. We hebben helaas niks meer bijgevangen. We hebben op één hengel wel een brasem gevangen. Op de andere hengel een aantal piepen gekregen. Ik pakte de hengel op en hij zat eigenlijk meteen de muur vast. Nou, wat priegel. Heb ik hem toch nog losgekregen, maar helaas zonder vis. Dus ik durf ook niet zeker te zeggen of het karpen was, ja of nee. Maar het is inmiddels 6 uur, dus we gaan eigenlijk weer snel alles opnieuw beazen, verse richtjes eraan knopen en de hengels weer op positie brengen.
is een giebel, jongens. Na een aantal uur gevist te hebben tegen het eiland, hebben we helaas alleen maar giebels gehad als resultaat. In verband met een klein beetje tijdsdruk, want het is tenslotte een 24 uur sessie. Toch besloten om in de hoek uit te gaan varen. Dus dat gaan we dan ook nu snel doen. En hopelijk levert dat ons zeker nog een visje op. De stek waar ik hem nu heen ga varen, die is een stek met overhangende bomen. Wat dode takken. Ja, echt obstakelstek. Eigenlijk een klein beetje lastig te bereiken vanaf hier. Maar goed, wie niet waagt, wie niet wint. Nou, het lijkt erop dat de tactiek werkt om hem toch nog een keer terug te varen richting het eiland. Ja, hij ligt er nog geen 2 minuten in en met het zonnetje erop meteen weer kassa. Yes, op de valreep toch nog een tweede vis gevangen. Tactiek lijkt toch te werken. Nog even snel, voordat we eigenlijk gaan inpakken, nog een keer richting het eiland. Ja, en binnen een paar minuten meteen weer actie. Nou, ik ga snel mijn waterpak aantrekken en de vis in de sling doen. Onthaken en dan laten we jullie zien. Nou, zoals beloofd zal ik jullie nog even laten zien als hij mee wil werken. In ieder geval. Ja, zo zie je maar gewoon vol blijven houden wat je gevoel zegt. Nou, mijn gevoel zegt in ieder geval nog een poging naar het eiland toe. En ja, dit is het resultaat. Niet de grootste, niet de mooiste, maar het is wel de tweede van de sessie. En dat maakt de sessie wel compleet. Ik
zal je nog even de andere kant laten zien van de vis. We gaan hem snel weer terugzetten. Nou, ik laat jullie hem nog één keer zien. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze 24 uur. Een kijkje in mijn visserij. En ik bedank jullie in ieder geval voor het kijken. Vergeet vooral niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Laat hem snel zwemmen. Tot de volgende. Thank you.